zou geopend worden. Marco heeft de bloemetjes al voor de wethouder. Zeg het voor, zeg het voor. De Almeloze Markt heeft voor de volgende 2 jaar zijn nieuwe plek gevonden. Centrale vraag, hoe bevalt die nieuwe plek? Ja, dankjewel. En dames en heren, applaus dankjewel. Voor de markt. Hoe kijkt u er tegenaan, de markt op deze plek? Ik vind het zelf heel leuk. Ik ben blij dat de mensen van de markt en de bevolking van Almelo blij zijn met deze nieuwe stek. Het heeft even geduurd voordat we het met elkaar eens waren, maar ik zie nu allemaal blije gezichten op deze mooie dag. En ik hoop ook nog de komende tijd. Dus eigenlijk hebben we heel goed samengewerkt en zijn we tot een heel goed resultaat gekomen. Ja, ik vind het gezellig. Ik heb het nog niet zo goed geobserveerd hier, omdat ik een tijdje weg ben geweest. Maar ik hou van reuring om de deur, dus vandaar. En ik woon een kopje koffie en een plakje cake. Het is wel even zoeken waar alles staat en zo, maar ja, dat maakt niet uit. Wat vindt u in het algemeen van de markt in Almelo? Nou, heel gezellig. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ga er met plezier naartoe. Ja. Glenn, wat vind je van de markt? Maar leuk. Ja? Wat is er leuk op de markt? Alles wel. Prima. Ja, ik heb er helemaal geen moeite meer, maar heb ik toch niet al ergens moeite mee, dus het scheelt me wel. Ik heb ik vind het wel handig. Je kunt van alle kanten kun je wel bij de markt komen, dus dat scheelt wel een stuk. Ja. Gezelliger zo. Ja. Ondanks dat het wat drukker aanvoelt, mag het voor mij wel blijven zo. Ja. Kom je hier vaak? Wekelijks. Elke zaterdag. Ja. Met man en kind. Lopen we er even gezellig overheen. Ja, past wel, hè? Ik heb allebei je hondje. Heb je al een naam bedacht hoe je hondje gaat heten? Ja, hoe gaat hij heten? Fietje? Wat leuk! Wat zeg je? Ja? Hoe gaat het hondje van je zusje heten dan? Dat weet je dat niet. Ook Pietje. Dus Pietje 1 en Pietje 2. Overwegend positieve geluiden, maar ook een enkel kritiekpuntje. Ja, zo op het oog heel gezellig. Maar ik vind, weet je wel, als je naar de omgeving kijkt, vind ik het heel vies hier. Kijk, daar liggen allemaal sigarettenpeuken. Dat men niet even dit alles schoonmaakt. Of dat men daar een asbak neerzet waar mensen hun peuk in kunnen doen. Kom. Heel gezellig nou geworden. Ik zei, mensen moeten eerst wennen aan de plaatsen. Maar als je eenmaal bent geweest, dan wil je niet meer weg. Want de markt is centraler geworden met elkaar. Dus mensen kunnen makkelijk kijken waar de mensen zijn allemaal staan. Ze zijn samen met elkaar in de buurt. Het is niet zo herbaar is het niet. Ik zei, mensen als ze eenmaal zijn, dan kunnen ze naar Eboer lopen. Ze kunnen naar de bakken lopen. Ze kunnen naar het textiel lopen. Het is allemaal één centraal punt. En wij, fruitboeren, zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven. En dat staat ook goed. Mensen kunnen van de markt, van de stad, zo eigenlijk naar de andere kant lopen. Ja, en een mooie slogan. Wees niet getreurd, je bent direct aan de beurt. En wees bevreesd, ik ben er gisteren aan het weer geweest. Gezelligheid, dat is heel belangrijk op de markt hier. Wel thuis iedereen en eet smakelijk. Dank u.